tweede halve finale en we hebben er super veel zin in. We gaan zo de kleren aandoen en moeten zo ook repeteren. En wat verwachten jullie nou? Ik denk dat het heel gezellig wordt. Ik denk ook heel gezellig, maar vooral heel erg leuk en spannend. Ja, ook als spannend natuurlijk. Harde muziek. Het was net alsof de bliksem bij me insloeg en een lied in mijn hart aan je opdroeg. Oh, oh, oh. Ik dacht, oh, oh. We hebben net lekker ingezongen, dat is onwijs belangrijk natuurlijk op zo'n dag als vandaag, dat hun stem goed warm is. En we hebben ook nog eventjes het gezamenlijke nummer doorgenomen, zodat we daar helemaal zeker van zijn en dat niemand meer twijfelt over zijn stem. Ik heb er alle vertrouwen in. Supergoed jongens, hebben jullie er zin in? Ja, heel veel zin. Ja, ik ook. Wow. Oh ja, Niels. Ja? Jij krijgt dat ding aan deze. Ik krijg deze aan. Dit. En deze. Jasje. En welke broek? Oh, deze broek. En ik heb deze broek. Ik krijg deze broek aan en dit jasje en deze hoodie. Ja. Ik krijg een jasje met een shirt en een paar armbandjes en nog een broek met een riem. En ik krijg een leren jasje met een soort van tijgerbloesje en een glitterkorte broekje en cowboyjas. Ik krijg een spijkerjasje, die is afgeknipt. En daarbij een rokje. Nou, dit is onze kleding en we gaan nu even omkleden, maar daar mogen jullie niet bij zijn. Wij zijn oud-finalistenjury voor Junior Songfestival. Dat betekent dat wij dus een wildcard mogen. Dat betekent dat wij dus een wildcard mogen geven aan degene die niet door is gegaan, maar waarvan wij denken die kan wel naar de finale. Ja, ja, samen met Milena en Rosanne en Ralf. Dus we gaan nu even checken bij Ralf wat hij aan het doen is. Ja, let's go! Dit hoort trouwens niet door, nee, want het is geen visagie. Gewoon wegtrekken, jij niet meer dat kan. Ja, oké, doe maar. Hello from the other side. Wat ben jij hier aan het doen? Ja, kijk, we hebben een hele zware taak als jury natuurlijk om te bepalen wie er dadelijk de badkar krijgt. Dus ik was nog eventjes aan het kijken van, hey, wie vonden wij nou het beste? Nee, ik in ieder geval. Ik kan nog niet voor jullie spreken. We weten dus al dat, zeg maar, Sabina door is, maar Montana en Dreams zijn dus afgevallen. Maar er komen nog twee ex volgens mij bij, ja, die ook kans maken op de badkar. Ja. Ja, dus dat wordt moeilijk. Ja, wordt wel moeilijk. Ik vind het belangrijke bij een act, zeg maar, dat de performance sowieso, maar ook... Ja, ook het hele plaatje, ja, is sowieso heel belangrijk. Dat ze en daar echt zelfverzekerd staan en zo. Iemand ook echt meeneemt in het liedje, natuurlijk. Ja. Dus ja. Ja, ik ben mee. Allemaal kijken, morgen... 10:50. Op Sep. Woe! We gaan voor het eerst repeteren. Dus gaan jullie mee naar de studio? En leg hem ook weer terug. Als jullie klaar zijn met je optreden en klaar met mijn repeteren, heel graag om het schip leggen. Anders heb ik het nooit fout. Klein beetje. Heel klein beetje, niet zo heel erg. Dus het is nu even spannend deze keer, maar dat is normaal. Ja. Ja, we gaan hem een keer doen. Oh, I've been shaking, I love it when you go crazy. Take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation. Manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back. Ik viel voor jou nog sneller dan een heartbeat. We doen dus heartbeat in de tweede halve finale. Ik geloof dat als een naam in de sterren staat. Ik kijk naar jou en ik wou met je meegaan. En we gaan nu een stukje van heartbeat uitleggen. Ja, het refrein doen we naar we doen hem eerst even voor. Ja, oké. Het gaat dus zo. Ik geloof dat als een naam in de sterren staat. Ik kijk naar jou en ik wou met je meegaan. Oh, oh, oh. Ik dacht, oh, oh, het ging sneller dan een heartbeat. Nou, okay. Dat is het dus. Je begint met je rechterbeen. En die stap je uit. Ik geloof dat onze namen in de sterren staan. Dus dan kruis je je linkerbeen over je rechter. En dan maak je een soort van tik. En dan ga je terug. En dan ga je terug. En dan ga je rechter, over je linkerbeen. Oké. Okay. Ja. En dat is dus op de zin... Ik geloof dat onze namen in de sterren staan. Ik kijk naar jou en ik wou met je meegaan. En dan ga je los. Lekker dansen. Oh, 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 oh. Ik dacht, oh, oh, gooi je hand in je lucht. Het gaat sneller dan een heartbeat. Ik geloof dat onze namen in de sterren staan. Ik kijk naar jou en ik wou met je meegaan. Is dat jouw
jouw laptop. Ga even dan alles op deze bank zitten, dan kan je. Is die laptop van jou? Ja. Ik heb wat voor jullie. Een fan, Aniek, heeft wat voor jullie geregeld. En ik denk dat jullie dat heel leuk gaan vinden. Dus okay. Zal ik hem aan jou geven? Druk maar op de spatie en dan kan je het zien. Hallo, mijn naam is Jochem Meijer en ik wil Force even ontzettend veel succes voor ons in de halve finale van het Junior Songfestival. Dus Jannes en zijn hele boyband Force, ontzettend veel succes jongens. Maak er iets moois van en knallen in die halve finale. Doei! Holy shit. Dat is echt superleuk. Dat vindt Jannes leuk hoor. Ja, ik vind het super cool dat hij dit voor ons heeft gedaan. Want ja, ik ben heel erg fan van Jochem Meijer. Omdat als ik niks met zingen kan doen, wil ik ook graag cabaretier worden. Dus ik vind het in ieder geval heel erg vet. Bedankt. Dankjewel. Dankjewel. Superleuk. Steve, hi. Hallo, hi, ik ben Steve, hi. Nou, ik doe de regie. Welkom bij jullie postcardopname. Weet je wat een postcard is? Nee. Nee. Nou, eigenlijk een postcard is het filmpje dat we gaan laten zien. Tussen het moment dat jullie straks in de uitzending vanaf de Green Room naar het podium lopen. En daar kun je zelf even neerzetten. Kun je even laten weten waarom jullie graag willen winnen. Dat is eigenlijk wat het is. Mogen we even bespreken? Natuurlijk mag je dat even spreken. Ja. Wou dat zeggen? Ja. Hij is kort maar krachtig. Niet in het lampje. Oké. Opening. Yo. Dat is wel dichtbij. Nou, dat ging super goed. Alleen ik had een beetje een struikelwoordje en dat was... Wij zijn... Ik zei de hele tijd een, maar... Nee, ik zei één. Eén. Maar het was een. En ik zei eens een keer super gaap. En super. Super. Nou ja. Omdat het ons super leuk lijkt. Omdat het ons super gaaf lijkt om Nederland te vertegenwoordigen in Georgië. Ja. Jij denkt, ik ga wel stoppen. Ja. Ik ga hem niet worden, dan weer. Maar uiteindelijk ging het goed en daar gaat het om. En wij zijn een uniek duo, dus wij willen Nederland super trots maken. We gaan ervoor! Ja, top. Hartstikke goed. Nou, we zijn nu bezig met de postcards. En zoals je ziet zijn hier van die monitoren waar een soort van de vorige filmpjes een beetje op staan. En dat ziet er super leuk uit. Jullie komen daar het hoekje omlopen. En jullie wachten hier. Dit is de plek waar je uiteindelijk het podium op gaat. Ook die rust. Dus je hebt geen haast. Je mag ook gewoon heel relaxed. Alsof je het echt aan haar vertelt van ik kan je de wereld laten zien. Ja. Hoe mooi is dat? We zitten hier dus nu met z'n drieën in de jury. En dat is ook handig voor de regie. Want die kan dan een beetje kijken welke beelden er in shot moeten komen. Dus voor de jury die hier straks echt zit. En daarom is het handig ook dat we hier zitten. En natuurlijk is het wel leuk om dan vanaf hier, vanaf de jurystoelen, te kijken naar het optreden. Dus ja. Wat belangrijk is dat jullie... ook lekker naar elkaar zien, dat liefde natuurlijk. Daar is de belangrijkste camera, waar het rode lampje brandt. Ja. En als de crane toevallig voorbij komt, voor als je dikke te loopt of zo, dan kan je, mag je in die crane kijken. Oké, dat is goed. It's crystal clear. I'm here no misschien een gezonde spanning, maar ik denk niet dat ik heel zenuwachtig ben, omdat we net al heel veel hebben gedaan. Ja, en nu voel je ook thuis op het podium, dus dan weet je een beetje hoe het gaat. Hier, zet hem op. Ja! Wieke! 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 Toi, zet hem op, jullie zijn zo goed. Maar dan doen we ik was best wel zenuwachtig, maar gelukkig is dat nu wel een beetje over. Ik voel me al een stuk relaxter. Je wens je super veel succes. Je gaat het super goed doen. Ik heb volste vertrouwen in iedereen hier trouwens die voor jou staat. Ja, Manouk, doe je best. Je gaat het goed doen. En inderdaad. Je gaat sowieso winnen. Ze kunnen allemaal heel goed zingen. Ze hebben allemaal talent. Ze zijn gewoon goed qua looks, maar ook qua zang.
En dat is gewoon het totaalplaatje van iedereen. Ik wens jullie heel veel succes en vooral veel plezier, want zo is het over en dan heb je niet genoten, dus vooral genieten. Ja, en we hebben er heel veel vertrouwen in. Ja. Wij wensen alle deelnemers en deelnemers veel plezier en succes. We moeten straks die wildcard gaan uitreiken en ik vind het wel heel moeilijk, denk ik. Ja, ik vind het nu al moeilijk en dat terwijl ik de tweede halve finale nog helemaal niet heb gezien. We zijn natuurlijk wel bij de repetities geweest, dus we hebben wel een beetje wat kunnen zien. Maar ja, als je natuurlijk voor het echt gaat doen, is het heel anders. En ja, we gaan ook kijken hoe ze het doen als ze moeten presteren onder druk. Dus daar gaan we natuurlijk ook op letten en op of ze lol hebben. Dat vinden wij heel erg belangrijk. Plezier uitstralen. Ja. En dat het een beetje boeiend blijft om naar te kijken. Dus ja, daar gaan we vooral op letten. En nou, we gaan bijna beginnen, dus we gaan naar het podium. Ja, voor alle deelnemers super veel succes. Ja, super veel succes. En veel plezier. Ik zou het geweldig vinden om naar de jury te stappen. Nieuws? Ik heet Niels. Ze kan niet de Niels uitspreken. Zeg altijd nieuws. Laten we vanavond even lekker gaan kijken naar het nieuws. Ha? Nou jongens, we zitten hier en het is enorm spannend. Cezina staat al in de finale en wij moeten zo nog optreden. Maar wie van ons gaat er door naar de finale? De vakjury die kiest één act uit en de oud-finalisten geven ook nog een wildcard weg. Mis het niet, zaterdag om 7:50 op ZEP. De tweede halve finale van het Junior Song Festival. Kijk je!